Hi, het is Tim hier en in deze video geef ik je 3 tips voor als je relatieproblemen hebt door een verschil van mening over een kinderwens. Stel, je hebt nu een relatie met een partner en jullie zijn het niet eens over de kinderwens in het algemeen. Misschien is het zo dat jullie geen kinderen kunnen krijgen, dat jullie IVF overwegen. Misschien is het zo dat jij graag een kind wil, hij niet. Misschien is het zo dat hij graag een kind wil en jij niet. Hoe dan ook, een kinderwens kan in perfecte, goed lopende relaties een enorm breekpunt zijn en enorm veel problemen opleveren. Nou, als je in zo'n soort situatie zit, heb ik nu 3 tips voor je die het in ieder geval een hele hoop relatieproblemen of toekomstige relatieproblemen kunnen voorkomen. De eerste tip is, als je nu in een situatie zit waarin een verschil is van mening over de kinderwens, creëer dan echt duidelijkheid. Soms heb je bijvoorbeeld, stel je hebt een partner met hem die heel veel van je houdt en die niet wil dat je bij hem weggaat, maar hij wil ook geen kinderen. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat hij zegt, ja, misschien later, volgend jaar. En soms, ja, ik hoor wel eens verhalen van vrouwen die al 8 jaar lang een partner hebben, die zeggen, ja, misschien later, misschien in de toekomst. En dan uiteindelijk komt het er nooit van. Nou, daarom is het heel belangrijk dat je echt met elkaar aan tafel gaat zitten en dat je duidelijkheid creëert. Of misschien is het wel zo dat je partner er niet heel enthousiast over is, maar het wel wil om bijvoorbeeld voor jou te doen. En zo ja, wil je daar dan akkoord mee gaan, ja of nee? Hoe dan ook, zolang het vaag en onduidelijk is, blijft het spanningen opleveren in relaties. En het is soms maar beter om duidelijkheid te creëren. Zeker ook omdat je met een kinderwens gewoon te maken hebt met een beperkte tijd, zeg maar, dat je een kind kan krijgen. Dus dat je niet eeuwig in onduidelijkheid kan blijven leven. Dus snel duidelijkheid is dan ook belangrijk. En het tweede tip is, doe alsjeblieft niet een ongelukje waarbij je per ongeluk zwanger wordt. Weet je, van dat jij een hele sterke kinderwens hebt en dat je dan toch opeens een baby krijgt. Kijk, weet je wat het is? Mannen zijn dom. Dat is echt waar. In heel veel gevallen zijn mannen ontzettend dom. Maar zo dom zijn we ook weer niet. En dit gebeurt ontzettend veel. Als je kijkt naar de schokkende cijfers van hoeveel kinderen er per ongeluk door de pil heen geboren worden, dat is niet meer een normale foutmarge die elke pil heeft. Het is echt vele malen hoger dan dat. En wat er gebeurt is als je per ongeluk zwanger wordt, de meeste mannen die zullen gewoon zeggen, ja, het is gebeurd, en die zullen volledig doen alsof ze het met je eens zijn. En ze zullen volledig doen als zeggen, ja, het kan gebeuren. Simpelweg omdat zij niet, als zij een kind krijgen, de vader willen zijn die had gezegd van, hé, ik wilde jou eigenlijk helemaal niet hebben of zo. Dat willen ze niet. Dus gaan ze er maar in mee. En ik heb dit zoveel meegemaakt in mannen die ik gecoacht heb. Die zeiden van, ja, ik werd uiteindelijk vader en ze werd dan per ongeluk zwanger. En in hun achterhoofd blijven ze je dat voor de rest van hun leven kwalijk nemen. En eigenlijk altijd zet dat zo'n stress op de relatie dat dat alsnog jaren later ertoe kan leiden dat de relatie gewoon kapot gaat, juist en alleen daarom. Of een ander erg geval, je hebt ook andere mannen die wat minder verantwoordelijkheidsgevoel hebben, die gewoon gillend wegrennen en dan blijf je uiteindelijk in je eentje over en daar zit je misschien ook niet zo op te wachten. Dus doe dat alsjeblieft niet. En de derde tip is, ga nooit, echt nooit je kinderwens opzij zetten voor een partner. Hoe leuk je hem ook vindt, hoeveel je ook van hem houdt, hoe overtuigd je ervan bent dat hij de liefde van je leven is. Een kind krijgen is zoiets groots en zoiets belangrijks. Dat wil je nooit aan de kant zetten voor een partner. En het is dan maar beter om te zeggen van oké, we gaan uit elkaar en ik ga een nieuwe partner zoeken. Iemand die dit wel wil. En je vindt echt wel weer iemand die net zoveel van je houdt. En waar jij net zoveel van houdt als de persoon waar je nu bij bent. Ook al denk je dat nu misschien niet. Maar het ergste wat je kan doen is zoiets, iets wat zo belangrijk is en wat ook zo biologisch in je zit als je dat wil. Dat is niet iets waar je even overheen kan stappen. Weet je, je kan prima zeggen bij wijze van spreken van, oh wacht, mijn partner vindt het niet fijn als ik knoflook eet. Nou, dan eet ik geen knoflook. Weet je, dat soort concessies en compromissen zijn allemaal prima. Zo werken goede relaties. Maar op zoiets zo groot en elementairs wil je dat absoluut, onder geen enkel beding, wil je dat opgeven voor de partner waar je mee bent.
Dit zijn de drie belangrijkste tips om relatieproblemen door een kinderwens te voorkomen. Ik heb een artikel geschreven met in totaal 7 tips. Dan ga ik ook nog wat uitgebreider in op deze. Plus heb ik nog een paar extra tips. Nou, als je wil weten wat die tips zijn, klik dan even op de link hier in de omschrijving onder de video. Dan heb je misschien net wat meer houvast om deze ongelooflijk ingewikkelde situatie aan te pakken. Dus klik op de link in de omschrijving, lees het artikel en dan zie ik je in de volgende video. Doei!